Bij de Vriezenbrug in Alkmaar is donderdagmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Een scooterrijder is daarbij aangereden door een auto, waarbij de scooter onder de auto terecht is gekomen. Bij de aanrijding botsten meerdere auto's op elkaar nadat de bestuurster van een personenauto een paaltje raakte en vervolgens tegen de scooter aanreed. De scooterrijder werd nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De Vriezenbrug was door het ongeval voor langere tijd afgesloten. Er kwam ook een eenheid van de verkeersongevallenanalyse ter plaatse om de toedracht van het ongeluk te onderzoeken.